ik ben 18 jaar en ik woon in Brussel. Ik studeer, maar mijn studies, ik verander elk jaar omdat ik eigenlijk niet eruit kom wat ik wil doen. En ik woon maar 4 jaartjes in Brussel, in België. Daarvoor woonde ik 12 jaar in Nederland. Ik ben wel in België geboren. En in Nederland heb ik hele andere studies gedaan. Toen kwam ik hier, heb ik helemaal iets anders gedaan en nu wil ik helemaal iets anders doen. Maar ik moet nog 1 jaartje, dan heb ik mijn diploma en dan wil ik verder gaan studeren. Kantoor, office, retail heet dat hier, maar dat heb ik helemaal niet gedaan in Nederland. Mensen raden mij aan om iets met talen te gaan doen, omdat ik 7 talen praat. Ik praat Nederlands, Engels, Frans, Armeens, Georgisch, Russisch en ik ben pas begonnen met Arabisch. Ik praat ze niet allemaal vloeiend, maar ik ken van elke taal wel toch wel het basic. Wat echt moet, dat ken ik wel sowieso van elke taal. Dus hobby's, ja, dat is eigenlijk wel iets wat een hobby voor mij is. Dat talen leren en bijvoorbeeld ook... ik heb heel graag gedichten en zo lezen heb ik heel graag. Bijvoorbeeld Engelse dingetjes en ja... En eigenlijk heb ik ook wel piano gespeeld toen ik ongeveer 10 jaar was. En dat wil ik zeker nog herpakken omdat ik met mijn oma woon. En mijn oma is pianiste van het conservatorium. En dat is echt een hele grote kans wat ik echt wel moet doen. Ik heb wel mijn piano thuis staan, maar waar eigenlijk wel weinig mee gedaan wordt. Dus ik wil vanaf september misschien nog inschrijven voor pianoles. Ja, Miss Armenië, ze hebben mij eigenlijk zelf gevonden. Dat vond ik echt heel leuk, omdat ik wel... Ik deed al zo dingen als fotoshoots en modeshow heb ik ook al gedaan. Dit is echt iets voor mij als doel om te bereiken, want dit is echt, ik vind dit echt leuk. Fotoshoots en fotoshoots, workshops en repetities en zo moeten we ook nog doen. En ja... Dansen en zo, dat moeten we allemaal nog repeteren en nog ons voorstellen op het podium ook nog, denk ik. En dat was het ongeveer, denk ik. Wat is jouw beste eigenschap? Mijn beste eigenschap, dat is toch wel, denk ik, dat ligt echt aan het moment waar ik in zit. Ik denk toch wel mijn spontaanheid, mijn sociaalheid en ook... ja, vriendelijkheid en ook eerlijkheid vast wel, denk ik. Toch wel Armenië, denk ik. Dat is echt iets... Ik ben wel in België geboren, maar dat voel ik niet. Ik voel eigenlijk altijd alsof ik daar ben geboren en opgegroeid. Terwijl dat helemaal niet zo is. Terwijl de eerste keer wanneer ik naar Armenië ging, 2010 was. En ik voelde mij zo iets van mijzelf. Het aantrekkelijkste aan mijzelf... Ik denk dat dat toch wel in mijn gezicht zit. Ik bedoel, uitdrukking en expressie, dat denk ik toch wel. Waar ik het meest geld aan uitgeef. Eigenlijk, dat is een hele rare vraag, omdat ik altijd van mensen vraag. Bijvoorbeeld, ik woon met mijn grootouders en mijn moeder woont ook sinds kort bij ons. Ik vraag altijd alles aan hun. Om iets voor mij te kopen, maar op het moment dat ik zelf geld heb, dat gaat nooit uit naar mij. Ik koop altijd cadeautjes voor iemand, ik doe altijd iemand een plezier, dat gaat bijna nooit naar mij uit, mijn eigen geld. Ik ga heel graag shoppen met mijn oma vooral. En mijn oma, zij is mijn passie, mijn reden, mijn motivatie, mijn God, mijn geloof, mijn oma is mijn alles. Ik ben met haar opgegroeid, denk ik, en ik heb met haar zo'n sterke band dat ik met mijn moeder gewoon zussen lijken. Mijn favoriete film. Ik denk Blood Diamonds met Leonardo DiCaprio. Die vind ik heel, heel, heel gevoelig en heel... ik ben nogal emotioneel. Nogal heel, ja.